Hey, lijkt wel op stuk tv, jachtseizoen. Welke lijkt je het mooist? We hebben trouwens nog heel erg leuk nieuws. Een nieuwe week, een nieuwe vlog. En kijk eens hoe we beginnen. Wat een stralend weertje. Of niet? Het lijkt dat het zomer is. Het lijkt wel zomer, hè? De jongens zijn lekker aan het voetballen. Lekker t-shirt aan en het is gewoon niet eens koud. Jongens ook. Hoeveel graden zal het zijn? Ik heb geen idee, maar ik kan hier wel wennen. Gaat het? Zal ik eens even checken? Warm, of niet? Nou, ik vind het wel lekker. We gaan beginnen met de katten. Ja, zoals elke zondag. Nou, willen jullie weten hoe wij dat doen? Kijk maar even de vorige vlog. En gaan we vanmiddag lekker nog even naar de familie. Ja. Nootjes te eten. Tuurlijk, goed voor de lijn. Nee, niks. Wat ben jij aan het doen, Elias? Werkster. Dus we zijn lekker bij mama. En ik laat dan meestal even de hondjes uit. De andere twee lopen daar. Nou, we zijn dus aan die serie begonnen, wat ik in de vorige vlog heb gezegd. En die serie wordt echt super, super gaaf. Ja, we hebben er echt extreem veel zin in. Het is eigenlijk meer een programma wat we maken. Nu nemen we natuurlijk zo op. Camera een beetje boven je. En je ziet eigenlijk nooit andere dingen dan je gezicht, schouders. Maar nu sta je helemaal op beeld. En echt, ik dacht echt, nee, ik ben helemaal niet van de fashion, zeg maar, van de kleding. Ik heb gewoon niet echt een goede stijl. En nu had ik wat aan en ik dacht, oh, het staat me gewoon echt helemaal niet. Ik wil een klein beetje afvallen, want dat viel me ook wel iets op. Schoenen ook. Ik heb eigenlijk maar één paar schoenen. Ja, die heb ik eigenlijk elke dag aan. Ik heb wel, als ik wegga, iets met een hakje. Dus dan kan ik wel iets nets ook wel aan. Ik ben gewoon niet bezig met kleding. En hoe lekker is het nou eigenlijk als je in ieder geval, zeg maar, 5 setjes in de kast hebt. Die je gewoon denkt, nou, dat staat me leuk. Zit lekker. Maar het is bij mij altijd, kom ik uit op een spijkerbroek. En heb jij nou een goede tip hoe je dit goed kan doen of inspiratie kan zoeken? Laat het hieronder weten. Dat was heel cool. Zo, salto alles. Kijk wat ik kan. Ik ben benieuwd. Oh, oh shit. Waarom zijn jullie zo wild? Ik ben benieuwd of we dit jaar nog een iets van een campingachtig iets gaan doen hier. Maar gaan we nog een camping doen? Ja. Ja? In de zomer wel. Hoe dan? Want die tent is weg. Ja, weet ik. Maar misschien met z'n allen in mijn woonkamer. Okay, want die is lekker groot. Dus niet echt kamperen dan? Nee, maar dat maakt ook niet uit. Oh. Als we maar samen zijn. Ja. Het is maandagmiddag 12 uur. En de schatjes hebben een studiemiddag. Hier hebben we Lamero en Vienna met hun eigen handjeklap. Hier hebben we Elie. Elias heeft al gezegd wat hij ging doen. Hij gaat lekker naar schoolplein om 2:30. Spelen met de jongens. Ja. Nou, verder ga ik niet zoveel doen, want maandag is mama alleen maar aan het computeren. Jammer van zo'n vrije middag. Je moet ook in je huiswerk gaan nog. Ja, maar ik moet ook nog af. Je moet daar heel kort over. Een werkstuk over? Indonesië, omdat ik een beetje Indonesisch ben. En mijn overgrootoma komt van Indonesië. Ja, en van 2 kanten. Ja. Dus hij heeft van zijn vader zijn kant. Ja, bij 1 kant is het een oma. Ja, is het je oma die helemaal Indonesisch is. En van mijn kant is het mijn oma, dus. Ja. Daarom ben je ook zo bruin, hè? Ja. En we hebben dus geleerd dat mijn oma is in het bos geboren. Ja, toen is ze ten vondeling gelegd. Ja. En toen was ze gevonden door iemand. Ze moest eerst nog in de kinderthuizen. Ja. Ze was in het oerwoud geboren, maar in, ik weet niet meer hoe dat heet. Tenminste, in Java is ze opgegroeid. Als het goed is dat een van de grootste eilanden van Indonesië. Kunnen wij een keer heen? Nee, dan ga ik liever naar Bali. Ik heb Sienna even binnen gedaan. Daar staat ze. En ze wordt zometeen opgehaald door de baasje Anouk. Het is allemaal goed gegaan. En ik ben benieuwd of ze kittens krijgt. Sienna is weer blij dat je er bent. Heel blij. Gaat weer lekker mee naar huis. Ja. Lekker naar Denver. De vriendje. Wel een eind rijden, hè? Ja, dat wel. Maar het is wel een eind rijden. Maar zo gezellig bij jullie altijd. Sowieso. Jammer dat Patrick niet mee kon, maar de groetjes. De groetjes. Ik ben weer thuis. 2:30 gingen we. 5:30 stopten we, dus 3 uur. Wat heb je allemaal gedaan?
gevoetbald en we hebben bedrijfsspullen gevraagd bij bedrijven. Gewoon even om iets leuks te doen. 3 pennen. Altijd goed. Een muts van Hazeleven. Deze heb ik bij de schuur gehaald. En BSV. Wel leuk. Ja, en toen kraag ik. Met hoeveel jongens waren jullie dan? 7 ongeveer, 6. Gezellig, hè? Ja. Je hebt een leuke middag gehad. Ja. Dinsdagmiddag. Drukke dag aan het werk weer vandaag. Bij mij achter het huis zit een helikopterbedrijf. En net hoorde ik een hoop herrie. Dus ik dacht, hé, wat is dat? Ga eens even kijken. Keek hier uit het raam. Toen kwam er een helikopter landen. En daaruit stapten 2 oranje overallen. Ik denk, hé, lijkt wel op stuk tv. Jachtseizoen. Ik weet niet of ik namen mag noemen. Anders verraad ik misschien al dingen. Maar het waren 2 bekende zangers. Die kwamen langs rennen. En zie je, hier stappen ze nieuwe vluchtauto in. Nou, grappig om te zien. Ze zullen binnenkort wel in een nieuwe aflevering van Stuk TV te zien zijn. Zie je, daar vertrekt de heli weer. Gaan ze weer een andere ophalen in een oranje pakje. Ik ben naar accordeonles geweest. En volgende week vrijdag moet ik voor mensen die gaan kijken wat spelen. Vanavond moet ik ook nog voetballen. Weekend was wel wat lekker weer. Ja, echt. Ik ben even in het dorp geweest. Dat doe ik meestal als Lamero naar accordeonles gaat. Dit heb ik gehaald. En het is voor de Chocaloca. Dus het gaat sowieso verpassen. Je kunt ook van die hele dikke takken halen. Maar die kon ik nergens vinden. Dus het is dit geworden. Verder koekenpannen. Want die had ik gewoon nodig. En deze. Nou, morgen gaan we een stukje laten zien van wat we gaan maken. Fiona en ik zijn al een ochtendje op pad geweest. Ja. Eerst naar de huidtherapeut. En ik ben al wat langer in behandeling voor pigmentvlekken. Wat ben jij aan het doen? Ik ga jullie even before en after laten zien. Want het is echt wel goed aan het veranderen, mijn huid. Ik had zoveel pigmentvlekken op mijn bovenlip dat het wel bijna een snor leek. Nou, zoals je ziet, dat is een heel stuk minder geworden. Ik ben er super blij mee. Ik ben nog niet klaar met de behandeling. Dus ik ben heel benieuwd in hoeverre mijn huid goed gaat worden. Wat hebben we gedaan? We waren bij de kleding en deze hadden we gehaald. Wij hebben hier een tweedehands kledingwinkel. Deze voor mama. Fiona was mee. Nou, deze vond ik leuk. We gaan zo natuurlijk de Chocaloca opnemen. Het is echt een paaskleur. Voor mij. Wat heb jij allemaal dan? Deze heb ik op de grond gegooid, want die vindt ze eigenlijk niet leuk, zwart. Maar ik vind het fijn om dat te combineren. Nog een vestje, omdat het nu natuurlijk wat warmer wordt. Is het wel fijn dat je af en toe een vestje uit kan doen. Alleen het probleem was nu. Fiona, welke wou jij aan voor de Chocaloca? Die. En ik deze. Nou, echt mooi staat het niet naast elkaar. Hij staat wel heel mooi. Hij is nog wel aan de grote kant, maar er zitten wat vlekjes op. Dus ik doe hem eventjes eerst in de was. Dus ik heb geluk. Het wordt toch lekker deze paarse van Klein Vriendje. Past ook iets mooier bij mijn outfit. Kijk dan. Supermooi. Ja. Fiona en ik zijn weer druk hoor. Voor de Chocaloca. Nou, ik ben nog van alles aan het maken hier. En er hangt al van alles in de boom. Wat is dit dan, Fiona? Een klein vriendje. Dus willen ze zien hoe we dit hebben gemaakt? Kijk dan naar de Chocaloca. Chocaloca. We hebben hem helemaal afgekregen. Mooi geworden, hè? Ja. Hier worden we natuurlijk gelukkig van. Ze zijn lekker buiten aan het spelen. Ik ga nu lekker even mijn chill outfit aandoen en straks koken natuurlijk. Even wat dingen opruimen, maar even vanavond niet editen. Lekker even rust, ook niet opnemen, dus tot morgen. Elias, ben je klaar voor school? Een beetje. Een beetje hoofdpijn heeft hij. Deze heeft helemaal schoolkleren aan, vindt ze zelf. Dennis is even daar aan het werken. De paastakken staan er. Ik ga jullie naar school brengen. Ja. Wat is het? Donderdag? Ochtend. We zijn bij de garageverkoop. En Romy en ik, mijn schoonzusje en ik, zijn lekker bezig. Deze vloer hebben we laatst al helemaal gereinigd. Hebben jullie misschien gezien in de vlog. En we hebben nu lekker wat spullen voor mama hier neergezet. Zodat zij hier kan gaan slapen. Want in mama's kamer willen wij graag een logeerkamer voor de kinderen.
Die is Romy nu aan het stofzuigen. Oh, dat wordt wel wat. De verkoop weet ik niet of vandaag heel erg gaat lukken. Ik ga ook nog mijn zusje haar, knippen. Kunnen weer genoeg kinderen slapen. Nou, dat sowieso. Heel veel kinderen. Oh, we zijn wel druk geweest hoor. Maar dit is wel lekker. Ja, we zijn... Dit is wel lekker. Goed bezig. Niet alleen wij zijn lekker bezig. Nou, volop aan het knallen. Hier zijn de businessmannen. Ja, dat is wel de bedoeling. Wat zijn jullie van plan? Ja, heel veel geld van je. Knallen met Fixpo. Dikke vette webshop. Een webshop wordt het, ja. Met audiosystemen. Want toen tijdens de reis natuurlijk al eventjes erover gehad. Dat we dat na die reis zouden oppakken. Nou, we zijn inmiddels alweer een paar maanden terug. En het bleef weer liggen. Nu gaan we echt gaan strepen. Ja, even tijd voor maken en zien dat hij deze maand nog de lucht in gaat. Dus hou hem in de gaten. Fixpo.nl. Yes. Goed bezig. Beter. Huh? Wie zit er ineens op mijn stoel? Ben je ook geknipt? Net als mama? Ja. Mama is al klaar. Ja. Klaartje, ik ben niet. Jij bent niet? Nee. Ja, nu heb ik het vast gedaan. Hè? Gaat ze weer met dat haarsje hoor. Give it to me. Mooi. Heel mooi. Ik ben nog niet klaar. Ja, jouw haar zit heel wild. Cheese! Cheese! Nou, zou een pony doen of niet, Bar? Wat denk je? Nee. Geen pony voor Cynthia, hè? Ik ben inmiddels weer thuis en ik ga even de katten rennen doen, even de bakken schoonmaken. En ik wil jullie nog even iemand laten zien. Dit is namelijk Baloo. Baloo! Kom maar! Kijk, dit is onze mooie Baloo. Baloo is bij ons geboren en zijn baasjes zijn op vakantie. En dan komt hij gezellig hier. Hij vond het echt de eerste twee dagen helemaal niet leuk. Maar nu gaat het zo goed. Kijk, iedereen is even verdwenen, maar hij loopt hier heerlijk met al zijn halfzusjes door de rond te rennen. Dus ja, daar word ik zelf ook altijd blij van als een kat het hier naar zijn zin heeft. Maar we hebben geen kattenpension. We komen hier best wel vaak katten logeren, maar dat zijn altijd katten die hier zijn geboren. Ja, dat vind ik ook heel leuk om die poesje dan weer te zien. Want ik heb hem natuurlijk alleen als kitten gehad. Nou, nu is hij ook gezellig hier als hij groot is. Zo, vrijdagochtend. En jongens zijn naar school. Ja. Vienna is een lekker dagje vrij. Ja. En, wat gaan we doen? We gaan stickers halen en een vriendenboek. Een vriendenboekje wil je graag, hè? Dat is weer helemaal in tegenwoordig. En veel kindjes uit je klas hadden dat. Hè? Ja. Zei Vienna, ik wil er ook graag eentje. Dus die gaan we even samen halen. En stickers. En nog stickers erbij. En wat nog meer? Een legging en een shirt. Ja, daar gaan we ook even naar kijken. En daarna door naar? Naar opa en oma. Opa en oma. Dus dat wordt weer een leuke dag. Nou, we gaan en eens even kijken. Is die is thuis, hè? Dus druk met video editen. Maar we gaan eens even kijken wat voor mooie boekjes ze hebben. Ja. Let's go, daar is de winkel. Duwen. Goed zo. Zie je al wat leuks of nog niet? Ga eens even kijken wat er allemaal is. Ah. Zo, dat zijn er veel, hè? Welke lijkt je het mooiste? Die? Wat die het? Nou, maak die eens open, kijk wat erin staat. Een kratje. Nou, gaan we die afrekenen. Nou, we hebben net alles weer netjes opgeruimd. En ik heb koos voor deze. Zag je toch nog weer een ander, hè? Ja. Dus die wordt het echt? Ja. Dus deze leggen we terug dan? Maar het moet er wel eentje worden van de zoete zusjes dus. Ja. Hè? En die ja. Zullen we die echt meenemen dan? Ja. Ja, nou, we zijn aardig geslaagd, of niet? Ja. Nog even wat kleertjes gehaald voor Vienna. Dus dan ga ik je naar opa en oma brengen. Ja. Onderbroeken erbij. Elias! Ja! Je hebt weekend! Ja! Gaan we doen? Week
voetballen. Week voetballen? Ja, ik dacht eerst de week. Ja, voetballen en gewoon een beetje chillen met dingen. Gewoon iets doen in de achtertuin. Oh! Dit was echt een erg panna. Ja? We hebben dik gewonnen, hè, Elias? Nee. Maar we hebben trouwens nog heel erg leuk nieuws. Ja, de poezen zijn... zwanger allebei! Dus ja. Nairobi is niet zo erg dik, maar ze is wel gegroeid. En onze Cuba. Dus we krijgen straks 2 nestjes. Ik denk over 2 of 3 weken. Ja. Leuk, hebben jullie wel weer zin in kittens? Ja. Ja. Ik heb Chocoloca afgerond en dat betekent dat ik volgende week, dan die week en die week... niet voor de Chocoloca hoeft te editen. Dus dan kunnen we meer dingen doen. Ik kan die kamer gaan opknappen. Misschien beginnen aan jouw kamer. Ja. En Vienna als je dan ook. Ja, en ik kan ook weer het sporten oppakken. Want dat heb ik nu ook al, ik denk al 4 weken niet gedaan. Ja. En ik ben vinden jullie het leuk als ik minder achter die computer zit of niet? Een buikje. Ja. Ik heb een buikje. En ik ben ook klaar met mijn werk. Jij bent lekker klaar met je werkstuk. Daar was je wel tevreden over, hè? Ja. We gaan even bij de dokter wat ophalen voor Lamero's diabetes. Maar ik mag niet bij hem achter op de fiets, maar ik ga het wel doen. Ja, fiets maar. Nee! 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 Wat maak je nou, joh? Kom hier! Doe niet zo stom! Wat een gezeur. Ik wou gewoon achterop. Lamio! Wat doe je nou? Jij doet het wel. Het is echt niet leuk dit. Ik lig hier gewoon op de straat, midden in het dorp. Oké, ik ga niet meer achterop. Dit was een beetje verschut. Nee! Doe nou eens normaal. Hij wil gewoon niet dat ik achterop ga. Vervelend mannetje. Nou, eigenlijk zou je denken, als ik dan zo hard op de straat val, zou je wel denken, oh, nu vindt hij het zielig voor je. Nee. Mag je wel achterop, maar... Ja, viel gewoon niet. Ik viel hartstikke hard op de straat. Bijna met mijn gezicht op de straat ook, hè. Moet je opstappen? Ja? Oei! Je maakt niet zo makkelijk kapot, joh. Ach, ik weet niet of dit veiliger is. Straks liggen we samen dan weer. Doe maar niet. Ik heb echt een zwaar leven. Ik weet niet hoor, maar als je dat doet, gaat elke je hoofd zo raar naar achter. Ik vind het wel gezellig. Vroeger zat dit mannetje bij mij achterop. En nu kan ik bij hem achterop. Hoe leuk! Oh, dat vind ik niet goed. Auw! Auw, mama, ga eraf! Voelde je dat? Ik krafte per ongeluk op jouw rug. Nee, ik ben niet gewond. Ja, maar ja, dat gebeurt sowieso. Oké. Het was een leuk uitje, Lamero. Gezellig. Mijn broek is nog wel heel, dus zaterdagochtend en zoals elke zaterdag. Weer naar het voetbal. Ja. Are you guys ready? Ja. Hij heeft 2 ballen.
Beter dan net. Wel lekker gewonnen. Ja, eerst voelde het net zo dat ik mijn ogen wel niet meer voelde, maar dat was niet. En mijn oog gaat helemaal dicht. Echt hè? Maar het wordt al minder. Ik dacht, je hele gezicht gaat straks blauw worden. Blauw worden. Gaat pijn mee? Valt het mee? Weet je nu. Mega, mee naar voren. Schiet hem nou in de koek. Ja, lekker. Nou, de tweede wedstrijd zit er ook op. Ja, scoort. Scoort. Helaas niet op veel film gekregen, maar je stond ook een poosje verdediging, dus. Ja, een beetje saai. Ja. Maar allebei gewonnen. Ja. Dat is wel weer leuk. Dan gaan we goed het weekend in. Jij gaat zo lekker naar pap. Even douchen. En dan zien we je de volgende vlog weer, hè? Ja. Hoe is het met je gezichtje, Elias? Wel iets beter. Doet nog een beetje pijn. Nou, jij gaat weg. Ja. We zijn helemaal met z'n tweetjes. Ja, wat een rust. Nee. Wauw, ik mis ze gelijk altijd. Ja, zeker als ze alle drie weg zijn. Ja, dat is zo. Maar het kwam nu wel even uit, want ik ga lunchen met een vriendin. En vanavond gaan we ook nog eten. Voetbal ging goed. Ja, leuke wedstrijden. Ja, en ik vond, kijk, Elias kreeg die bal echt zo hard op zijn gezicht. In het begin dacht ik, nou, dat wordt zo'n dikke wang en oog. Maar het was toch weggetrokken. Ja, hij zei ik moet de tegenstander karma geven. Toen maakte hij daarna dat doelpunt. Ja, dus dat was wel fijn. En je ging gewoon door. Ja. Want Elias is wel iets minder hard. Ja, een stuk minder dan Lamero. Dus ik ben zeker trots op hem. Zo, zaterdagmiddag. En het is een lekker voetbaldagje vandaag. Vanochtend natuurlijk bij Lamero en Elias gekeken. En nou onderweg naar mijn voetbalclub van vroeger. Daar is een derby. Dus twee naastliggende dorpen moeten tegen elkaar. Zo, eindstand 4-2. Dus dat maakt 3 keer winst vandaag samen met de jongens erbij. Toppie! Zo, we zijn weer samen, Vier. Ja, met z'n tweeën. Het einde van de vlog. Ja, dat is lang geleden of helemaal nooit gebeurd. Ik weet het ook niet eigenlijk, niet vaak in ieder geval. Meestal zijn de kinderen er wel bij, of eentje of twee. Maar, ja. De jongens zijn bij hun vader, Vienna is bij mijn ouders. Ja, wij gaan even gezellig met mijn nichtje en haar vriend uit eten. Dus dat wordt een gezellige avond. Dus stopt hier de vlog alweer. Ja, nou ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!